bij Bijbelstart. Ik lees met jullie uit de basisbijbel 3 Johannes. Deze brief is van Johannes, de Leider van de gemeente. Ik schrijf deze brief aan mijn vriend Gaius, van wie ik heel veel houd. Mijn vriend, allereerst hoop ik dat het in alles goed met je gaat. Ik hoop dat het met je gezondheid net zo goed gaat als met je geloof. Want ik was er steeds erg blij over als broeders goede berichten over je brachten. Ze vertelden dat je vanuit Gods waarheid leeft. Niets maakt mij blijer dan wanneer ik hoor dat mijn kinderen vanuit de waarheid leven. Mijn vriend, je bent heel trouw in alles wat je voor de broeders en zusters doet. Ook voor broeders en zusters die je nog niet eerder had ontmoet. Zij hebben aan de gemeente hier verteld. Hoe goed je voor hen bent geweest. Het is erg goed dat je hen op weg helpt voor hun verdere reis. Dat past bij iemand die bij God hoort. Want ze zijn voor Jezus op reis gegaan en willen liever niets aannemen van mensen die niet in Hem geloven. Daarom moeten we zulke mensen ontvangen en helpen. Zo kunnen wij samen met hen voor de waarheid werken. Ik heb de gemeente al eerder een korte brief geschreven. Maar Trevis, die bij hen zo graag de belangrijkste wil zijn, is trots en wil niet naar ons luisteren. Als ik kom, zal ik uitleggen wat voor slechte dingen hij doet. Want hij vindt zichzelf erg belangrijk en strooit slechte praatjes over ons rond. En daarmee is hij nog niet tevreden. Hij wil ook de rondreizende broeders niet ontvangen. En de mensen die hen wel willen ontvangen, probeert hij dat te verbieden. En als ze niet naar hem luisteren. Zet hij hen de gemeente uit. Mijn vriend, doe geen slechte dingen, maar goede dingen. Iemand die goed doet, is een kind van God. Maar iemand die slechte dingen doet, hoort niet bij God. Maar over Demetrius hoor ik van iedereen goede berichten, ook van de waarheid zelf. En ook wij zijn tevreden over wat hij doet. En je weet dat wij te vertrouwen zijn. Ik heb je veel te vertellen. Maar ik wil dat niet doen met pen en papier want ik hoop je gauw weer te zien dan zullen we elkaar spreken Ik wens je Gods vrede toe Je moet de groeten hebben van de vrienden hier Doe alle vrienden daar persoonlijk de groeten van mij Hoi, mijn naam is Brian Habold en welkom bij aflevering 7 over de brieven van Johannes. Vandaag behandelen we 3 Johannes. Het thema van deze serie is doe wat je gelooft. En ik ga straks aan het eind nog een samenvatting geven over wat we allemaal behandeld hebben in de afgelopen 7 afleveringen. Maar nu gaan we nog in dit boek duiken. Dit boek heeft ook één hoofdstuk, net als twee Johannes. Dit boek heeft totaal vijftien versen. En het onderwerp van deze aflevering is: Haal de waarheid binnen. Johannes was degene die dit boek heeft geschreven aan een aantal verschillende huiskerken. Vorige was één specifieke huisgemeente. En deze brief is geschreven aan een aantal verschillende huisgemeenten die waarschijnlijk wel uh, in dezelfde regio uh, actief waren. Als Johannes dit schrijft, dan schrijft hij het aan een vriend van hem. En hij schrijft het aan Gaius. En Gaius was een persoon van wie Johannes veel hield. En wat ik zo mooi vind, ook om daar gewoon een moment bij stil te staan, is hoe waardevol. Vrienden en vriendinnen kunnen zijn in het geloof. Misschien heb je zelf één, twee, drie um, hele goede vrienden. Um, wat een verschil kan het dan zijn of die mensen Jezus volgen, omdat je zo'n diepe connectie dan met die mensen kan hebben. En ze hoeven niet eens heel dicht bij je in de buurt te wonen. Hè? Soms kunnen ze ook heel ver weg wonen. Maar gewoon wetende de diepe geestelijke connectie die je met hun uh, kan hebben. En Johannes die had dat met Gaius. En hij hoopt ook dat het goed met hem gaat. Hij wenst hem gezondheid toe en hij prijst hem en hij dankt hem voor het geloof en dat hij leeft in de waarheid en Jezus volgt. En dat spreekt ook over een stuk bemoediging wat wij ook kunnen geven naar elkaar als volgers van Jezus. Dat wij elkaar kunnen bemoedigen voor wie we zijn en wat deze vriendschap betekent voor ons en hoe we samen ook. In alle dingen uh, Jezus kunnen volgen. Nou, wat gebeurde er hier in deze, deze brief? Er waren een aantal zendelingen, mensen die erop uit waren gegaan om het evangelie van Jezus te verkondigen. En wat gebeurde er nou? Er waren sommige huisgemeenten die die mensen binnenlieten, En er waren andere mensen die ze niet binnenlieten. Nou, als je nog herinnert, de vorige aflevering 2 Johannes. Hadden we het over de leugens buiten houden. Waarin het ging om een aantal mensen die de gemeente probeerden binnen te komen. die allerlei leugens verspreidden over het Evangelie en waar het er allemaal om draait. Nou, 3 Johannes is eigenlijk de omgekeerde situatie. Er waren namelijk mensen die erop uitgingen. om de waarheid te vertellen. en niet iedereen liet die mensen binnen. Laten we eens kijken naar vers 7 en 8. Daar staat. Want ze zijn voor Jezus op reis gegaan en willen liever niets aannemen van mensen die niet in Hem geloven. En daarom moeten we zulke mensen ontvangen en helpen. Zo kunnen wij samen met hen voor de waarheid werken. Er waren dus mensen die er op uit waren gegaan voor Jezus. En zoals we hier ook zien, ze wilden geen dingen aannemen van mensen die niets in Hem geloofden. Dus goed die waarheid zuiver houden, geen leugens aannemen of dwaalleer. Maar wat gebeurde er nou? Sommige mensen lieten ze niet binnen. Gaius deed dat wel. Hij was gastvrij, hij liet de mensen binnen, maar er was dus één man, zijn naam heet Diofretus en Diofretus die wou die mensen niet binnen hebben. Het woord van God zegt dat hij trots was. Hij wou graag de belangrijkste zijn. Hij had een soort van leiderschapspositie ingenomen van die huisgemeente, waarin hij bepaalde wat er gebeurde. En Johannes was daar boos over. En dat spreekt ook over situaties waar we wellicht vandaag de dag ook in kunnen zitten met autoritaire leiders die op een bepaalde manier dingen dicht timmeren, ook in systemen, religieuze systemen. Waar geen ruimte meer is voor ja, de echte waarheid van het evangelie. En dan staat er in vers 10: Als ik kom, dan zal ik uitleggen wat voor slechte dingen hij doet. Hij vindt zichzelf erg belangrijk en strooit alleen maar slechte praatjes over ons rond. En daarmee is hij nog niet tevreden. Hij wil ook de rondreizende broeders niet ontvangen. En de mensen die hen wel willen ontvangen, probeert hij dat te verbieden. Dus hij liet die mensen niet toe. En dat was toch wel een groot probleem. Als wij op een bepaalde manier een soort van afsluiting ook hebben in ons huis, in ons persoonlijk leven, in onze kerk, om niet de volledige waarheid van het evangelie te laten klinken, en om mensen juist te ontvangen die die waarheid spreken, dat is eigenlijk het begin van het einde. Want als we bepaalde dingen van de waarheden van Gods Woord, Juist proberen af te stoppen, dan moeten we heel goed uitkijken. Nou, er was nog een andere man, Demetrius. Wat een de naam allemaal. Demetrius, dat was ook iemand waar Johannes juist weer goede berichten van hoorde. Dat is dan weer heel mooi. En dan staat er ook van de waarheid zelf. En ook wij zijn tevreden over wat hij doet. En je weet dat wij te vertrouwen zijn. En dat is ook een geweldig eigenschap wat samengaat met de waarheid, is dat dat soort mensen te vertrouwen zijn. Soms kan je iemand persoonlijk misschien niet zo goed kennen, maar omdat je weet dat het een volger van Jezus is en dat hij staat en leeft voor de waarheid, weet je dat je die persoon kan vertrouwen. En daarom wil ik je ook aanmoedigen vandaag, haal de waarheid binnen. Ten alle tijden, houd de leugens buiten, maar haal de waarheid binnen. In vers 11 staat er nog een hele mooie samenvatting. eigenlijk van uh, dit boek. maar ook over alle brieven van Johannes wat we hebben besproken met elkaar. En daar staat: Mijn vriend, doe geen slechte dingen, maar goede dingen. Iemand die goed doet, is een kind van God. Maar iemand die slechte dingen doet, die hoort niet bij God. En eigenlijk wat we de afgelopen zeven afleveringen met elkaar behandeld hebben. Dat stond centraal rondom het thema: doe wat je gelooft. En als iemand tegen je zegt: doe wat je zegt, wat betekent die persoon dan? Dat het niet alleen maar gaat om praten, maar dat je ook moet doen wat je zegt dat je gaat doen. En als het gaat om geloven in Jezus, dan is dat ook heel belangrijk. Dat we in onze woorden en onze daden doen wat het woord van God zegt. We hebben het gehad over een spiegel voorhouden, over soms geconfronteerd worden. Met dingen die in ons leven wellicht niet goed samen gaan met een christen zijn. Licht gaat niet samen met duisternis. Waarheid gaat niet samen met leugen. Al die dingen zijn heel belangrijk. En dat we daarin misschien wat dingen moeten veranderen in ons leven. We hebben het gehad over, ja, bij wie hoor je? En dat als wij bij Jezus horen, dat wij bepaalde dingen wel doen en bepaalde dingen niet doen. Echte gelovigen... Die wandelen in het licht. We hebben het gehad over liefde voor elkaar: dat het niet alleen liefde is naar God is en gehoorzaam zijn aan Hem, maar ook dat we onze broeders en zusters van harte lief hebben en dienen. We hebben het ook gehad over de geestelijke bronnen waaruit dingen kunnen komen. Komen dingen uit de bron van Gods geest of komt het uit de bron van de vijand die ons probeert te verleiden? En ook daarin staat de liefde steeds centraal. En we hebben het gehad over overwinning door je geloof. Over hoe wij door Jezus nu al op deze aarde overwinning kunnen hebben over de dingen van deze wereld. En daar hebben we het dus mee afgesloten met twee mooie situaties en voorbeelden vanuit 2 en 3 Johannes. Over aan de ene kant de leugens buiten houden, en 3 Johannes om juist de waarheid naar binnen te halen. Dit was de serie. Over de brieven van Johannes. Ik hoop dat je ervoor genoten hebt. En ik bid dat God Zijn Woord nog meer gaat uitwerken in jouw leven. In Jezus' naam. Amen. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.